Frank, om te beginnen, hoe is het met de blessures? Sandler, compagnie, is er evolutie? Ja, het is voorlopig wat moeilijk voorspellingen te maken. Dus ook dagelijks afwachten wat er gebeurt of niet gebeurt. Zieken, kleine bobokes. Dus we gaan straks zien op de training of er daar nog extra zaken zijn die, waar we moeten rekening mee houden. Maar naar Sandler en compagnie toe, zonder daar een datum te kunnen opplakken, is het te vroeg dag, vrijdag. Dus die gaan zeker en vast niet bij de selectie zijn. Hoe lang dat zal duren, ik zeg het, daar kunnen we voorlopig of willen we voorlopig niet, geen termijn opplakken, omdat we ze in de best mogelijke omstandigheden willen terugbrengen. Dus we zullen zien week per week of match per match hoe het wat dat betreft staat. Was dat? Nee, dat is gewoon een controle. Omdat hij dat, ja, dus, het was binnen de verwachtingen van onze medische staf ook en een bevestiging van. Dus geen extra verrassing. Coach, moeten we ons stilaan zorgen maken over compagnie? Want we zien hem ook niet op trainingsveld. Hij is toch al eventjes oud. Jullie doen er ook een beetje vaag over. Het is niet dat er echt een groot probleem is. Nee, helemaal niet. Maar ik zeg het, is... Het is zo dat we moeten zorgen dat als hij in de groep komt, dat hij dan daar 200% klaar voor is en niet de zaken niet forceren. Dus het gaat hem vooral over hem zo fit, zo snel natuurlijk, zo snel mogelijk, maar zo fit mogelijk te brengen. En de risico's zo laag mogelijk te houden op herval, dat is het belangrijkste. Dus het heeft niks daarmee te maken, maar ik denk dat er geen stappen mogen overgeslagen worden. Dus we gaan vooral daarmee bezig zijn. Jullie hebben nu vlot gewonnen tegen Sint-Truiden. Wat verwacht je nu van wie? Zo vlot gaan we nu niet winnen van Eupen. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we bevestigen. Er is niks persoonlijks of niks van trainer of dit of dat. Het is gewoon Anderlecht moet een reeks neerzetten. Willen we voor een aantal dingen meedoen waar we normaal moeten voor meedoen. En dat zal... Het zal morgen moeten verder gezet worden, maar dat wordt ook een heel moeilijke opdracht. Dat weten we. Heupen, verplaatsing, kwaliteiten van de ploeg niet onderschatten. Het uitgangspunt is bevestigen. En dat moeten we elke week doen. En ik zeg dat een reeks is noodzakelijk om in te haken op de ambities die we hebben. Bonjour Francky, est-ce que vous avez senti un groupe un peu euphorique en début de semaine après la victoire? Est-ce que vous avez dû un peu les ramener sur terre ou pas du tout? Non, ils n'étaient pas euphoriques, ils étaient en confiance, ils étaient, je dirais, différents que lorsqu'on perd. Hein. Donc au niveau de la spirale, c'est intéressant et c'est quelque chose qu'on peut employer, mais je crois qu'ils sont réalistes aussi et conscients de la difficulté qu'on peut avoir demain. Donc il n'y a pas d'euphorie, il n'y a pas de laisser-aller. Ils sont tous demandeurs de s'améliorer en équipe et individuellement. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. On ne peut pas sous-estimer, on doit se remettre en question et on doit savoir que Anderlecht à chaque match, comme toutes les autres équipes, doit confirmer. C'est la seule opportunité ou la seule idée qu'on peut avoir sans retomber dans du confort. Au contraire. Et pour revenir à la défense, vous récupérez Lucas Sen qui était suspendu le week-end dernier. Est-ce que vous le voyez comme défenseur central? Est-ce qu'il peut être une possibilité en back droit pour à la place de Sardin? Si je suis bien renseigné, il a déjà joué back droit, il a déjà joué dans l'axe, il a déjà joué back gauche, donc c'est facile. Hein à vous de chercher. Enfin, il y a un paar jongens qui... Omdat er geen andere opties waren, hebben moeten spelen, zoals een Sardella. Is het niet te veel voor hem om elke week aan de bak te moeten? Ja, te veel denk ik. Het is nooit te veel. Het is natuurlijk soms de vraag, ik zeg wel de vraag, of je iemand, of het goed is dat iemand blijft spelen of dat je hem eerder moet beschermen. Maar dat is ook afhankelijk van de mogelijkheden die je hebt en van de alternatieven die je hebt. Dus wat dat betreft, denk ik, kunnen we ons niet permitteren om te zeggen, ja, dat moet niet en dat moet niet. We gaan die nu laten opzij zetten. We zullen gewoon zien wie er beschikbaar is, welke de beste keuzes zijn. En dan zou het kunnen dat er veranderingen zijn. Maar ik ga dat niet individueel bekijken, ik ga dat gewoon collectief bekijken. En
Dat is het belangrijkste. Hoe sterk staat de ploeg? Hoe komt het team naar voren? En wat is de beste oplossing voor het team? Dus de rest kunnen we ons voorlopig niet mee bezighouden om jongens opzij te zetten of te gaan beschermen. Want ja, die luxe hebben we op bepaalde posities niet zo. Vous parliez de bonne dynamique. Ce qui est clair, c'est que depuis que vous êtes là, ou annoncé là, en tribune ou sur le terrain, c'est du 6 sur 6. Quel message on fait passer à un groupe pour pas que ce ne soit simplement qu'un choc, le fameux choc psychologique d'un changement d'entraîneur? C'est de prendre la responsabilité de eux-mêmes comme groupe, hein, individuellement et comme groupe, d'avoir la qualité maximale à chaque match. Il est clair que tout le monde n'est pas capable de faire un bon match toutes les semaines, ça n'existe pas, mais d'un autre côté, comme équipe, on peut compenser cela. Et si 8 ou 9 dans l'équipe sont bons, on est capable d'en prendre un ou deux avec. Et ça, c'est la responsabilité de l'équipe, c'est la responsabilité du staff, mais aussi des joueurs, même de ceux qui ne jouent pas. Donc je crois que surtout ce message-là est important, on gagne en équipe. Et là, même à l'entraînement, les sparring partners qui sont en face, l'équipe qui est en face, elle est en train de préparer une équipe. Et si ces garçons font le max, l'équipe est le mieux préparée aussi. Et ça, c'est le seul message, je crois, à passer. C'est une victoire collective, c'est un travail collectif. Et tout le reste, je crois, doit disparaître et n'est pas important. Ce n'est pas le coach, ce n'est pas un effet ci, ce n'est pas un effet ça. C'est tout l'ensemble, du moins important au plus important, qui font qu'une équipe gagne. Et grâce à ce travail-là, on peut arriver à quelque chose. Tout le reste, je crois qu'il faut oublier et ne pas mettre, surtout pas mettre en priorité. Frank Roef heeft zijn eerste goal gescoord. Hij heeft geen voorbereiding gehad, hij is lang geblesseerd geweest. Zie je hem naar zijn beste vorm toe groeien of zit hij aan zijn beste vorm? Of... Ja, maar wat is de beste vorm? Hè? Voor veel mensen is de beste vorm van een spits scoren, hè? Omdat dat er altijd aan gelinkt wordt. Dat is natuurlijk een deel van. Maar soms kan de spits ook heel belangrijk zijn voor andere dingen. Hè? Balvastheid, combinaties, verdedigend werk. Dus ik zie dat meer als een geheel. En scoren, dat is natuurlijk het slagroom op de taart. Maar, en dat is ook natuurlijk waar de spits zelf mee bezig is. Maar dat is niet voor mij de eerste intentie. Als hij doet wat hij moet doen voor de ploeg, dan zal hij op een bepaald moment wel scoren en op bepaalde momenten meer dan anderen. Dat is nu eenmaal het leven van een topscorer op een paar uitzonderingen na die 8 of 9 matchen achter elkaar scoren. Maar zo lopen er niet veel rond. Hè. Dus voor mij zie ik dat meer als een geheel. En hij is aan het groeien. Hij heeft natuurlijk ook nood aan ritme en competitie. Dat is een interessante factor, omdat daar nog marge is. Coach, je bent zeer positief onthaald door supporters, door pers, door iedereen rond en binnen de club. Heeft jou dat een beetje verrast ook? Of, ja, want nee, ik weet hoe dat gaat. Als je 2 keer verliest, dan is het slecht. En als je 2 keer wint, dan is het goed. Dus ik vind dat heel, heel leuk. En heel, het is beter zo dan anders natuurlijk. Maar en ik apprecieer ook, zeker en vast naar de supporters en de media toe, de manier waarop men daarnaar kijkt. Maar ik weet ook, en ik ben ook heel realistisch, dat in geval van minder resultaten, ja, dan komen ze wel bij mij terecht. Maar daar ben ik ook, daarvoor ben ik er ook. Dus het is de ploeg of de club die moet beschermd worden. En de trainer, ja, die staat in de eerste linie. Frank, in hoeverre ben je zelf als trainer veranderd in vergelijking met die eerste passage bij Anderlecht? Is het hier nu een totaal andere trainer dan toen? Nee, ik vind altijd, maar dat is een persoonlijk idee, dat mensen niet veranderen, maar ze evolueren wel. Je blijft altijd bij bepaalde dingen, je blijft bij bepaalde principes. Maar je evolueert in een aantal dingen die je anders, laten we zeggen, anders bekijkt of anders gaat oplossen. En waar je misschien een beetje minder impulsiever bent of zoiets. Maar dat is eigenlijk... Ik zou niet zeggen alleen de ervaring, maar ook de lessen die je kunt trekken uit bepaalde dingen, uit bepaalde gesprekken, uit bepaalde momenten waar je zelf bij leert. Hè. We zijn er ook elke dag om bij te leren, zelf op mijn leeftijd. Hè. Dus, beter zijn stress opgaan bijvoorbeeld, of relaxer zijn als je naar Nederland is? Ik verlies niet graag, hè, ten eerste. En stress, ik heb stress ook nodig. Maar ik noem dat positieve stress. Dat is geen stress die ten koste gaat van je prestaties of je nadenken of wat ook.
Maar als er volgens mij geen stress is, dan is er geen ander licht of dan is er geen prestatie. Alleen moet je dat kunnen omzetten in positieve energie. Dus minder stress, nee. Meer controle, ja. Maar ik zeg het, die stress is ook nodig en die druk is ook nodig. Ik denk voor een ploeg als Anderlecht, wij moeten gepusht worden, wij moeten naar boven. Dus dat is ook een interessant gegeven als je dat positief kunt en goed kunt verwerken. Maar heb je zicht op hoe ver Van den Boer momenteel staat? Ja, laat ons zeggen dat we, als ik het in een paar woorden kan zeggen, dat hij nog niet klaar is voor een aantal dingen. Dus we hebben die vraag al gesteld een tweetal weken geleden, omdat we dan vriendschappelijk speelden tegen KV Mechelen. En zo gaan we verder zien. Het is een beetje dezelfde bedoeling met hem. We gaan de boel niet forceren. We gaan hem integreren in een aantal dingen zo rap mogelijk als hij er klaar voor is. En het risico op kwetsuren, houd vasthouden, hij is nu al een hele tijd zonder. Dat moeten we zo laag mogelijk houden. Dus een beetje geduld. Maar de poort staat open om op het goede moment hem te integreren in een aantal dingen. Zonder verder daar andere dingen op te plakken. En voorlopig, of tenminste 2 weken geleden, was het iets te vroeg nog. We zullen zien nu de volgende vriendschappelijke match of de volgende trainingen. Wat we uiteindelijk met hem doen, daar waar hij nu vooral individueel wordt begeleid en collectief met de U21, zullen we zien welke stappen hij nog kan zetten. Maar dat is ook zoiets, dag per dag, week per week en met een individueel programma. Vous avez eu une discussion avec vos assistants il y a quelques jours. Est-ce que maintenant tout est décidé sur qui va faire quoi la semaine et qui sera sur le banc? Ça a toujours été décidé. Il n'y a pas de problème. Et je tiens à préciser que, et ça c'est peut-être un peu l'approche que certains ont, c'est pas parce qu'on met quelqu'un dans la tribune ou pas sur le banc qu'il n'a pas d'importance. Au contraire, il peut avoir beaucoup d'importance dans un autre endroit. Donc c'est pas reléguer certains quelque chose ou mettre quelqu'un de côté, c'est juste voir. Comment est-ce que le fonctionnement peut le mieux prester? Et donc, ce n'est pas une élimination. Au contraire, pour moi, c'est une promotion, mais dans un autre rôle pour avoir un apport pour l'équipe. Et je vois ça de cette manière-là et pas d'une manière négative ou contre certaines personnes. Ces gens ont toujours la même importance, mais peut-être dans une autre tâche, mais ils font toujours partie du staff et... On accorde autant d'importance à eux qu'à d'autres qui sont peut-être sur le banc. Donc, c'est pas du tout une approche différente, mais elle est différente au niveau de l'apport que ces gens peuvent avoir. Mais je crois qu'il fallait être clair dans certaines choses et mieux distribuer peut-être un peu les tâches pour que tout le monde se rende compte que ça c'est pour celui-là, ça c'est pour celui-là, et comme ça on travaille. En parlant des entraînements, les joueurs l'ont dit, la semaine on avait beaucoup travaillé les phases arrêtées, il y a eu 2 goals, vous avez travaillé quoi cette semaine? Ben, on n'a que 2 entraînements, donc ça c'est le problème. On doit tout faire en même temps, donc comme d'habitude on fait les phases arrêtées, on fait les applications défensives, applications offensives, mais le temps est très court, hein, avec un jour de récup, un jour de congé, donc les choses sont un peu accélérer à ce niveau-là, mais ce sont des choses qui reviennent dans chaque semaine. Donc, tout, c'est relativement facile. Hein. Quand on cherche la perfection, il faut tout améliorer. La défense, les phases arrêtées, l'attaque, l'individuel. C'est la tâche des coachs et des entraîneurs d'essayer de... Donc, c'est beaucoup, beaucoup, mais ce n'est pas nécessairement négatif, mais c'est ce que tout le monde essaye... de faire quand il entraîne une équipe. Jullie gaan op afzondering vanavond, Frank. Had iemand als Vincent Kompany dan mee in zijn rol als spelermanager? Of is hij gefocust op zijn blessure en komt hij pas morgen naar Eupen? Of is hij belangrijk in dat proces voor de match? Ja, tuurlijk. Hij gaat gewoon mee. Maar hij mag ook, als er een reden is om andere prioriteiten te stellen, dus dan bedoel ik zijn blessuren of andere behandelingen,
dan kan hij daar ook buiten zijn. Maar het is zo dat hij nauw betrokken is en bezig is daarmee. Dus gewoon een deel is van. Frankie, je spreekt altijd over, ik wil nog iets toevoegen. Wat wil je nog toevoegen in vergelijking met de wedstrijd tegen STVV? Nee, ik heb ook gezegd na de match, ik denk dat we voor een aantal dingen constanter moeten zijn. Een beetje meer controle behouden in de moeilijke momenten. En die moeilijke momenten die gaan we nog krijgen, die gaan we nog hebben en die gaan we nog tegenkomen. En die constante, ja, die was misschien niet altijd aanwezig. En daar kunnen we misschien nog een stapje toevoegen aan ons spel, waar in die momenten ja, er misschien moet overgegaan worden naar een aantal andere dingen. Of dat er andere prioriteiten moeten gesteld worden. En die zaken beheren of controleren, ik denk dat dat belangrijk is. Je kan normaal gezien geen, buiten uitzonderlijke matchen, geen 90 minuten echt perfect bezig zijn. Er zijn altijd wel minuten waar je ontsnapt of waar je het moeilijk hebt. En soms duurt dat 5, soms duurt dat 20 minuten. Dat moet je proberen op te vangen en weten in die omstandigheden of die omstandigheden herkennen en weten van oké, nu is het zo, wat doen we daarmee? Is het heel goed, doen we iets anders? Wat we goed doen, moeten we verder doen en wat we beter kunnen doen, moeten we ingrijpen. Dus het herkennen van die momenten en het controleren daarvan, ik denk dat dat een belangrijke fase is.